Hallo allemaal en welkom bij dag 15 van Vlogmas. Ik ga straks een stukje filmen wat je nog niet in deze video gaat zien. Ik ga namelijk filmen hoe ik mijn video importeer, hoe ik bewerk, waar ik op let, hoe ik exporteer, hoe ik hem op YouTube plaats, dat soort dingen allemaal. Dus dat ga ik nu straks filmen en dat zie je dus waarschijnlijk morgen of overmorgen, dat weet ik nog niet. Ik kom net uit de sportschool, dus ik heb mijn sportkleren nog aan. En, dus ik weet nog niet of ik nou straks eerst even ga douchen of beginnen met filmen. Dat weet ik nog niet. Ook niet belangrijk voor dit verhaal. In ieder geval. Ik kreeg net op de sportschool kreeg ik een leuk bedankje. En daar zat twee zakjes kruidenthee in. Dat is heel goed te zien op dit wat ik nu net zie. Maar... ik vind dat vond ik wel heel erg leuk, want ik vermoed namelijk dat ze zelf samengesteld zijn. Want de dochter van de eigenaars, die heeft een eigen kruidentuin en die weet ook heel veel van kruiden af en van natuurlijke remedies. Dus er zitten twee zakjes in, dus dat is wel ontzettend leuk. En ook twee chocolaatjes. Dus ik denk dat ik straks tijdens mijn filmen een van de zakjes ga uitproberen. Uiteraard heb ik ook de adventkalenders weer opengemaakt, dus die zal ik nu even invoegen. De adventkalenders van 15 december. Heel veel spoilers, want ik heb eventjes al klaargelegd op het dingblad. We beginnen met shampoo bar, dag 15. Het is vandaag een body bar. En met de geur rozenblaadjes. In de yogi thee zat vandaag lime mint. Ik zal zo even het spreukje laten zien. In de grote water drop zat deze keer een bewaarblikje. Of nee, niet een bewaarblikje, een rijstblikje. Dus daar passen dan 4 van die tabletjes in. Misschien wel meer. Misschien 6. En in de kleine woordentrap zat vandaag, laat me scherp stellen, ja, de flare. Maar in ieder geval grote zat dus het blikje. In de zelf samengestelde uit mijn kerstpakket zaten scheermesjes. En in de Yves Rocher zat vandaag een gezichtsreiniger, een cleansing gel met algen. In de zelfgeverfde kalender van Draadkracht zat deze mooie kleur die ietsjes groener is in werkelijkheid. In de Twisty kalender, daar zat vandaag deze en dat is crème brûlée. Met een rooibos is dat. En in de kalender van de draadzak zat deze streng waarin ietsjes meer roze zit dan in die van gisteren. Dus die twee die volgen elkaar een beetje op. Maar dit is dus de kalender van vandaag en ik zal nog even het spreukje opzoeken. Elke had in een reactie gevraagd, maar hoe bewaar je dat nu in de badkamer, al die shampoo bars? Nou, in principe is dit alle bad, douche en haarproducten die wij hier in huis gebruiken. Het scheelt ook, mijn man heeft bijna geen haar, dus van hem staat hier geen shampoo. Maar ik zal even laten zien wat hier staat. Aan de rechterkant zie je een borstel om de hoofd uit te stimuleren terwijl je je haar wast. En dit zakje, daar zit mijn shampoo bar. Dat is meteen ook een goede tip om ze uit elkaar te houden. Mijn vorige bar die was bijna op. Die was daardoor moeilijker te gebruiken. Dus die heb ik in het zakje gedaan wat ik heb gekregen van Linda. En daardoor weet ik ook precies welke mijn shampoo is. Op het zwart met gouden bakje ligt de zeep van mijn man. Dus die is ook makkelijk uit elkaar te houden. En in het bakje hierboven... aan de linkerkant zit de shampoo 2-in-1 wasbar. Dus dat is wassen en shampoo van mijn zoontje. Die is bijna op.
Die groene is zijn conditioner. En die rechter is mijn haarmasker. En ik gebruik ook wel eens de conditioner van mijn zoontje. Maar in principe, dit is dus hoe ik uit elkaar hou. Door de kleur, verschillende kleuren. Maar ook gewoon het plekje waar ze liggen. Ik wilde ooit nog wel zo'n dingetje breien of haken. Maar daar ben ik eigenlijk nog steeds niet aan toegekomen. En dan bedoel ik zo'n speciaal zakje waar je ze dan mee aan de muur hangt. En dat ze dan kunnen drogen. En dat je precies weet welk zakje je nodig hebt. Maar dit werkt vooralsnog ook goed. En ik heb ook weer een heel stuk gehaakt aan mijn trui. En daar zal ik ook een stuk van invoegen. Want ik ben nu aan de splitsing van de mouw. Ik heb lang getwijfeld of ik nog een extra ronde met lichtjes wilde doen. Voordat ik dat ging doen. Hij is dus op zich een klein beetje cropped wordt hij waarschijnlijk. Maar ik denk wel dat ik deze, dat ik niet, ja, ik denk dat dit wel een goede lengte gaat worden. En vooral stel je voor dat hij toch na het wassen en blokken ietsjes groeit. Dan wil ik hem ook weer niet dat hij te groot wordt. Dus, maar dat zal ik ook allemaal even invoegen. Het leek me ook wel even leuk om te laten zien hoe ik nu de kerstlichtjes haak. Er staan wel instructies in het patroon. Maar ik heb het idee dat ik die niet helemaal goed opgevolgd heb. En dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Want ik doe het nu lekker op mijn manier. Maar de basis van de instructies van het patroon, die houd ik aan. Maar ik wijk gewoon een beetje af. Ik gebruik het patroon dus meer als inspiratie. Dus ik zou voor de laatste omslag gebruik ik alvast de kleur van de kerstlichtjes. En op dat moment wissel ik ook de bolletjes even op tafel die hier dus daar liggen. Zodat ze niet om elkaar heen slaan. Doe de omslag. En dan ga ik dus naar de volgende steek toe. Door 1. Door 2. Omslag. Door dezelfde steek. Omslag door 1. Omslag door 2. Ik heb nu 3 op de naald. Omslag. Door de steek. 1 ophalen. Omslag door 1. Omslag door 2. Dan heb ik nu 4 steken op de naald. Omslag door dezelfde steek ophalen. Omslag door 1. Omslag door 2. Ik heb nu 5 op de naald. Dan haal ik zeg maar die door alle steken heen. Op dat moment wissel ik weer mijn draden op de tafel. Deze hou ik eventjes een beetje opzij. Doe een steek, omslag en nu ga ik weer bezig met stokjes. Ik zal nog even een babbel maken. Dus in de laatste wissel ik. Ik wissel ook met draden op de tafel. Ik hou die andere draad even naar rechts, zodat die niet in de weg zit. Omslag. De volgende steek. Een steek ophalen. Omslag. Door 1. Omslag. Door 2. 2 steken op de naald. Omslag. Dezelfde steek. 1 ophalen. 1 steek. Omslag. Door 2 steken. 3 steken op de naald. Omslag. Dezelfde steek. Eentje ophalen. Door 1 steek. Door 2 steken. En 4 steken op de naald. Omslag. Door dezelfde steek. Omhoog halen. Omslag door 1. Omslag door 2. Ik heb nu 5 steken op de naald. Ik haal hem door alle 5 heen. Wissel mijn draden op de tafel. Doe de steek met de groene. Deze ook even een klein beetje opzij. En nu ga ik steken in de volgende. En ik maak weer stokjes. In de categorie vreselijk licht. Mijn plan is dus om in oorspronkelijk moest die kersttrui in voorpand, achterpand,
losse mouwen. En dan ook van die mouwen die ik eraan vastzet, die best wel rechthoekig zijn. Ik vond het allemaal niet zo mooi. En dus ik heb nu bedacht, staande stokjes zit ik te haken. Dat is een steek die ik voor dit patroon nieuw heb geleerd. In het patroon stond trouwens geen uitleg of een link of wat dan ook naar wat staande stokjes waren. Er stond wel een alternatief voor het geval je niet wist. Dan moest je gewoon een losse met een stokje erop doen. Maar ik had zoiets van dat is dubbel werk. Dus ik ben op YouTube gaan zoeken hoe je staande stokjes maakt. En dat is eigenlijk heel simpel tenminste. Ik weet niet of ik de goede steek heb, maar ik vond het in ieder geval niet zo moeilijk lijken. En ik vind het resultaat dus ook heel mooi. Je hebt dus aan beide kanten heb je van die veetjes. Maar wat zij dus in haar tutorial deed, en ik zal ook even een link naar haar tutorial invoegen. Je doet een omslag en dan steek je in die onderste V. En dan haal je die er doorheen. En dan maak je eerst die steek. Dat is die onderste V. Dan doe je nog weer een omslag. En dan gewoon het stokje. En je begint dus eigenlijk ook gewoon met 3 of 4 lossen. En dan steek je in de onderste lossen. Net als ik nu in dat veetje heb gestoken. En dan doe je dus ook eerst de ene. Dan pas het stokje. En vanaf dat moment vormen zich dus die veetjes. Waar je dan vanaf dat moment in kunt steken. En zoals ik al zei, eerst die ene steek en dan gewoon het stokje. En ik denk als ik dan hiermee dus de mouwen maak, ik denk trouwens dat ik er nu praktisch ben, dan, ik zal het even laten zien wat ik dan van plan ben. Dus ik heb nu 2 mouwtjes zeg maar. En het idee is dus dat ik dan straks gewoon aan de onderkant van de mouw verder kan gaan. En dat ik nu aan de bovenkant verder ga. En zoals ik al zal even laten zien wat ik daarmee bedoel. Hier heb ik dus mijn trui. Dat grijze truitje hou ik dus als voorbeeld. Ik heb hem dus wel ietsjes langer gemaakt, een paar centimeter. En hij is ook iets breder geworden. Maar ik heb ook zoiets, ik heb het idee dat misschien de steken nog wel misschien een beetje uit gaan rekken straks. Maar ik heb dus ook naar deze mouwen gekeken en daar heb ik dus deze ongeveer op afgestemd. En hier dus ook. Maar mijn idee is dus eigenlijk. Als volgt. Ik ga dus nu wel een paar steken overslaan. Zowel van het lijf als van het mouwtje. Dat heb ik hier ook gedaan. Ik moet even kijken of ik kan ontdekken hoeveel steken dat waren. Meestal zijn dat een stuk of, in ieder geval zo'n stukje vaak. En dat sla ik dus aan deze kant over. En dan ga ik dus in 1 keer helemaal rond. En dan pak ik die ook bij. Dat ik dan in 1 keer helemaal rond ga. Dat je dus een beetje dus dit effect van die yolk weer krijgt. Dus dat dan hoef ik eigenlijk daarna niks meer in elkaar te naaien. Alleen de oksel moet ik daar nog dicht naaien. Maar dat is dus het idee. En ik hoop echt dat dat gaat lukken. Anders moet ik iets anders verzinnen. Dit worden dus mijn okselsteken. Dat zijn er 15. En dan heb ik dus 80 steken per voorpand. Ik heb hier even 1 steek meer, maar dat ga ik waarschijnlijk wel fixen. Dit is ook waar de naad loopt, dus dat fix ik wel zodra ik het aan elkaar ga zetten. Maar, ik ga beginnen. Ik heb dus koordjes gestoken bij de uiteinden van waar het oksel eindigt. En diezelfde koordjes heb ik nu door die steken van de mouw gestopt, waardoor in principe het nu al wel een beetje aan elkaar vast zit. Maar op die manier is het wat visueler voor mij waar ik moet beginnen en stoppen. Dat doe ik nu ook aan de andere kant. Nou, dat was dus het materiaal voor vandaag. En zoals gezegd, ik ga zo meteen aan de slag met het filmen van het bewerken. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.